Fortnite Chapter 5 loopt op zijn einde en ik heb nog nooit een Fortnite video gemaakt. Maar vandaag verandert dat. Ik ga namelijk proberen met alle Chapter 5 weapons één kill te maken. Dat zijn dus de Thunderburst, Hyper SMG, Ranger Pistol, Lock-On Pistol, Nemesis, Striker en Force AR, de Sniper, Frenzy Auto Shotgun, Hammer Pump, Ballistic Shield en de blauwe kistje Scam. Ik speel het spel best wel veel eigenlijk. Ik ben al even 121. En ik speel meestal solo en ranked off, want ik kan helemaal niet dit spel. Oké, voor het eerste potje ga ik naar... Waar ga ik heen? Characters heb je natuurlijk ook. Dan kan ik allemaal weapons kopen, voor als ik ze niet kan vinden. Zoals Metal Mouth verkoopt de slechtste weapon in de game, de Hammer Pump. En voor Rocket Launcher is ook wel slecht trouwens. En wat heb je nog meer? Ik ga dit potje naar het geweldige Rebels Roost. Want dat is natuurlijk gewoon de beste plek van deze chapter. Oké, dus geen Rebels Roost. Dat haalde ik niet met ding. Dus ik ga nu naar dit. Wat het ook is, ik heb geen idee. Maar dit is wel waar ik heen ga. Ik zie dat hier ook gewoon bot is. Riviera Station. Ja, wat is dat dan? Ranger Pistol is de eerste weapon die ik pak in deze hele challenge. En Common Ranger Pistol, ook gelijk ongeveer de slechtste in de game. Ranger Pistols zijn volgens mij echt voor de meme in deze game gedaan. Rook heb per ongeluk geattackt met mijn grappler. Dan kan ik hem wel killen. Hij gooit prima loot volgens mij. Niet slechte. Dan kill ik hem. Over 5 minuten komt de trein thuis. Ik kom nu pas achter dat je dat zo ziet. Dead or one health. Dat was echt zo dom, hè. Waarom deed ik dat? Ik ga even snel naar deze benzine ding. En dan kan ik even patch-ups kopen, hoop ik. Oké, laat ik maar naar Levi's Leer gaan. Dat is hier best wel dichtbij, dus waarom zou ik het niet doen, zeg maar. Is nog niet gepakt. En dat is zeg maar de beste weapon in deze game ongeveer. Even met de grappler erheen. Want er is iemand aan het fighten. Dus dan kan ik misschien mijn eerste kill krijgen. En trouwens, knokken telt niet. Oh ja, ik speel solo natuurlijk. Dan kan dat ook helemaal niet. Ik heb hem genokt, oké. Ik speel dus helemaal geen solo blijkbaar. Ik speel duo. Helaas. Oh, ik ben nu dood door een bot. Maar ik heb wel mijn eerste kill alsnog gemaakt met de Frenzy Auto Shotgun. Kan ik helaas niet meer Levi's Leer gaan pakken, maar ik heb wel mijn eerste kill. Oh ja, ja, ik moet even op solo zetten in plaats van duo. Anders gaat het niet helemaal goed. Want duo tegen solo's is niet heel eerlijk. Oké, volgend potje en ik ga naar... Waar zal ik heen gaan? Reckless is goed voor de ding. Zal ik daarheen gaan? Dat is wel goed op zich. Of zal ik naar Snoody Step, want dat is juist niet goed. En die Hammer Pump moet je eigenlijk de Mythic hebben, want die is echt heel moeilijk. Zo, ik ga wel naar Reckless. Of Grand Glacier kan natuurlijk ook nog. Doe ik dat? Ja, dat is ook wel een goed idee. Want ik heb natuurlijk alleen nog maar een Frenzy Auto Shotgun. Dus dan is een Grand Glacier wel goed. Dat trouwens, daar is natuurlijk zo'n BC-dinges. Dan kom je gelijk toch bij Grand Glacier. Dus dan is dit eigenlijk beter. Even kistje openen gelijk. Nemesis. Dan ga ik niet naar Grand Glacier. Die krijg je ook bij Grand Glacier natuurlijk. Die hoef ik helemaal niet. Hier ga ik even door deze muur heen. Ik kan er ook omheen lopen op zich, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Echt precies hoe het ook in het echt zou gaan. Oh, er is hier iemand. Je kan killen met Nemesis. Ja, ik lekker. Ik heb hem. Dat is dan mijn tweede kill van de video. En nu ook een AR afgestreept, een Nemesis. En ik heb nu een Thunderburst gekregen daarvan. En er lag ook nog een Striker AR blijkbaar. Ja, die pak ik ook wel. Dan heb ik 2 weapons gelijk. Dat kan ik bij hem kopen. Lock-on pistol. Oh, dat is echt chill. Die wil ik. Ja, dit is echt een prima potje. Ik heb 1 kill. Het kan best wel meer worden, want ik heb zeg maar prima weapons. Nou ja, niet heel goed. Als ik een beetje geluk heb, kan ik gewoon nog meer kills gaan maken. Bruh. Ik wil in ieder geval eigenlijk een win halen in dit video. Het belangrijkste is dat ik alle kills heb, maar een win is ook wel leuk een keer. Zo ook een hazy hillside, daar kom ik echt nooit. Ik wil een beetje naar plekken gaan waar ik vaak kom. Naar Reckless Railways kwam ik wel redelijk vaak, want die vond ik ook wel goed. Ja, Fast and Fields kom ik vaker en... Levi's Leer, maar Levi's Leer heb ik niks meer te doen. En ben ik ook al geweest natuurlijk. Naar een bepaalde put waar ik altijd heen ga in Reckless Railways. Daar is namelijk gelijk zo'n kamertje met 3 blauwe of epic weapons. Kan er een legendary in zitten, dat weet ik niet.
Je hebt ook zulke dingen bij de... Hoe heet dat? Bij Vault van de Medallion. Vault. Ja, hoe zeg je dat? Vault of zo? Ik kan dat echt zo niet uitspreken. Maar Vault... Ik weet zeker dat Vault sowieso niet goed is. Oké, okay, ik zal even laten zien waar die put is. Het is op de map helemaal bovenin Reckless Railways. En hier is het... Dit is de put. Daar moet je dan gelijk in gaan. En dan kom je dus... Ja, dan kom je hier bij een deur, dan moet je in. Oh, ik doe hem even achter me dicht. En dan dit ding, kan je beter de tafel kapot maken. En dan heb je gelijk 3 goede weapons. En dan begin je dus gewoon met goede loot. Ga even die bots killen, een paar. Of gewoon heel veel, kan ook. Maar die tellen natuurlijk niet. Dat ga ik niet tellen. Hier is Valeria, die kan heel hard hitten ineens. Als ze even... Ze schiet natuurlijk heel snel achter elkaar. Dus nu doet ze dat, 7 HP. Dan moet ik nu snel weg. Hier kan ik misschien een medkit nemen. Oh, kut, ze hebben me gezien. Wow, hoe close is dit? Kut, dat ding is nu ook nog kapot. Ik moet even naar beneden springen. Gelukkig gaat het nog door dan. Oh, wacht. Ik kon beter niet hier gaan. Wat een aim. Ik ben weer heel bijna gekild. Maar hier ligt gelukkig een shield potion. Ik heb echt veel geluk dit potje. Ik ben 2 keer echt bijna gekild door de boss. Maar ik leef. Ik denk trouwens dat dit wel het lastigste is om te killen. Waar komt die shot vandaan? Ik heb geen idee. Oh, nu is ze daar. Oké, dan kan ik haar killen. Ze is namelijk al best wel veel gehit. Ja, ik heb er. Oké. Even hier omheen, want ik kan niet fire ding pakken. Dan ben ik one shot, denk ik, voor die fire dingen. Nou, ik heb nu een Mythic Hyper SMG. Dus dat is wel heel goed. Hopelijk kan ik er echt mee. En uiteindelijk ging ik naar de vault met deze loot eruit. Oké, even over het muurtje en dan ga ik nu hier weg, denk ik. Hey, what the fuck? Ik had helemaal niks door. Kan ik ook killen? Ranger pistol? Ja, ik heb hem met mijn ranger pistol. Een van de lastigste weapons heb ik. Hier even nog in de replay. Ja, prima. Goede kill. En ondertussen zien we iemand van de trein springen die langs rijdt. En killt hij me? Gaat hij me killen? Gaat hij me killen? Ja, hij killt me. Oké. Ik wil eigenlijk de lock-up pistol, denk ik. Even kijken waar ik dat ga doen. Die kan bij Star Oakley. Ik moet zeggen, naar die plekken komen waar ik vaak heen ga. In deze video lukt nog niet heel erg. Ja, Reckless en Levels Layer wel. Maar ook dit. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, waar is die boss dan? Ik zie hem niet op de map. Waar is dat mens? Ik pak even dit kitje trouwens. Zit er iets nieuws in? Ja, en Force AR, die heb ik nog niet. Nog één. Oh nee, dat is een Nemesis. Die kan ik droppen. Oh, zo kan je die stats zien. Ik wist nooit hoe je dat moest doen. Zo leer ik ook nogal veel in deze video. Zo van gewoon dingen die ik niet wist over Fortnite. Crash pads, altijd het leukste wat er is. Maar ik ga ze niet pakken, want ze zijn echt heel slecht. Waar is dat dan? Oh, is dat op dat eilandje? Dat is daar. Wat zit hierin? Een rare strike AR. En een strike AR heb ik nog niet. Dus dan is het een rare wel heel chill. Ja, nu kan ik de stripjes zien. Oké, lock-on pistol heb ik gekocht. Ik heb niet unlimited bars trouwens, maar wel genoeg om een lock-on pistol te kopen. Wat ga ik nu doen? Zie ik iemand? Volgens mij zag ik iemand. Even hierin. Ja, er is sowieso iemand geweest, dat weet ik niet. Anders zou dit niet kapot zijn. Dit is gewoon een huis. Oh, daar is iemand. Daar is hij. Oh, hij hit heel hard met zijn hammerpump. Oh, hier liggen shockwaves gelukkig. Dan ga ik even snel weg. Ik heb een medkit, dus dat is chill. Ik land gewoon in het water. Nou, met mijn andere shockwave weer terug. We zijn aan het fighten in waar ik net vandaan kom. Even erheen nog. Waar is die lock-on pistol? Oh, hier. Oké. Okay. Zo kan je het misschien iets beter zien. Dit zag ik natuurlijk niet, maar daarachter waren ze aan het fighten. Hier met mijn hammerpump ging ik het proberen. Misschien lukt het. Ik heb niet de beste aim, maar ik heb hem. Ik heb hem. What the fuck? Ik heb gelijk de moeilijkste weapon van allemaal gebruikt. Een hammerpump. Zo zie je het nog even uit mijn perspectief. Ik ging met mijn flowberry. Ik jumpte erheen volgens mij. Of ging ik bouwen? Ik had er beter heen kunnen jumpen. Maar ik ging bouwen. Nou, ik heb trouwens gewoon... bizar...
Ik heb gewoon een hammerpump gebruikt om iemand te killen. Ik heb dat nog nooit gedaan, volgens mij. Oh, dit ding wordt gebroken. Hoe ga ik dat mens killen? Oké, dat ding is ook kapot. Ik ga erheen, denk ik. Hier ging ik naar boven en toen pakte ik mijn hammerpump. Toen dacht ik, dit is het moment. Zo zie je ook 2 goede shots, toen 3. En uiteindelijk de 4e was gewoon de kill. Met een common hammerpump. De slechtste weapon veruit voor mij dan in de game. Ik denk dat een ranger pistol echt 10 keer beter is. Ook als dat meer een meme dan een echte weapon. Ik heb een bounty. Oh, die is best wel dichtbij hier. Die kan ik misschien hebben. Ik heb al 2 kills natuurlijk. Maar misschien wordt dit dan de 3e. Dat hoop ik dan. Ik heb echt geen idee of dit de 3e wordt. Even huis. Ik weet niet of het in de bounty ook is. Meestal is dat dan, zijn ze dan in het midden. Bij medallions is dat wel zo. In ieder geval. Ik weet niet of dat bij bounties ook dan is. Maar hij gaat weg. Hij zit op de trein. Hij zit op de trein. Zal ik de trein achtervolgen? Want ik weet dat hij daar is. En als hij eraf gaat, weet ik dat ook. Dus ik kan er net zo goed achteraan. Maar met wat ga ik dat doen? Misschien staat bij dat tankstation een auto. Dat hoop ik dan. Oké, ik ben ondertussen een stukje verder gevolgd. En hij is van de trein afgegaan. Dus ik kan hem gaan killen als ik hem kan vinden. Oh, daar is hij. Oké, hij was niet heel ver weg meer. Ik ben alleen heel slecht in aimen, dus ik ga hier nog niet schieten. Ik heb namelijk echt de bizar slechte aim. Je komt ook van de andere kant, werd er nog op hem geschoten. Maar hij gaat wel op mij. Hij is volgens mij naar boven. Ja, hij gaat naar boven met die zipline. Dan moet ik eigenlijk ook naar boven. Heb ik iets waarmee ik hem dan kan killen? Nee, ik heb geen shotguns meer die ik moet gebruiken. Dus de kans dat ik dit echt ga winnen is er niet, echt. Hier zal hij niet zijn. Hé, hij is hier. Ja, ik ben dood. Daar kon ik niks aan doen. Hij had een shotgun. Toch een prima potje. 2 kills en in ieder geval de moeilijkste weapon af. Oké, voor dit potje ga ik naar... Waar zou ik heen gaan? Ik denk Fancy Field is wel leuk om heen te gaan. Daar moet ik ook nog heen. Dus waarom zou ik daar niet heen gaan? Ik kan ook naar Reckless Railways. Zou ik weer daarheen gaan, gewoon met die put? Misschien kan ik nu met de SMG wel iets goeds doen. Vorige keer lukte dat niet echt. Dus ik ga weer naar precies dezelfde plek bij die put. Ik ben eigenlijk nog nooit aan de andere kant van het treinstation geweest. Zeg maar de kant waar geen Valeria is. Kom ik nu achter dat ik daar volgens mij letterlijk nog nooit geweest ben. Wat zou ik er ook moeten trouwens? Ik hoef daar niks. En nou in die put. En hopelijk zitten wat epics in die ding. Dat hoop ik. En ook nieuwe weapons natuurlijk. Want er zijn er al best wel veel af. Ik heb 3 weapons. Allemaal rare. Helaas. Nemesis. 2 keer Nemesis. Ik had echt weinig luck hierbij. 2 Nemesis. En ja, ik kan ze beter meenemen dan niet. Straks komt er nog iemand heen. Die heeft dan beter loot dan ik. En ik... kan een bos natuurlijk wel mee killen. Want AR's zijn echt heel goed om een bos te killen. Daar zo zijn ze bezig met een of ander mens achtervolgen. Nee, de bots gaan ineens op mij. Wacht, zijn het? Ja, het zijn meerdere shots van meerdere mensen. Dan moet het eigenlijk de bots wel zijn. En ze gingen achter iemand aan. Waar is dat mens dan? Dat weet ik. Dat is vooral wat ik wil weten. Ik heb echt geen idee. Maar misschien hier op dit gebouw of in dit gebouw? Oké, ik zie nu pas hoe dom ik eigenlijk ben. Een beetje triest dat ik daar nu pas achter kom, maar hij bouwt hier letterlijk. Dus waarschijnlijk was hij daar gewoon in. Oké, ik ben hier nu in een fight met een bot. Die staat natuurlijk bekend om een geweldige aim, daarom raak ik hem ook zo vaak. Ik ga op het gebouw. Misschien kan ik hem daar, dat mens zien. Of ik, help, er staat een bot in dit gebouw. Oké, ik doe even zo. Dan komt hij hier niet. Oké, SMG gebruik. Hé, daar loopt hij, daar loopt hij. Op dat veld. Hij schiet ook op mij, dus hij ziet mij ook. Kan ik hem hitten op zijn minst? Ik heb hem gehit, oké. Nog een keer. Waar gaat hij heen? Ik kan hem weer hitten, denk ik. Ik ben niet heel goed in aimen. Ik denk dat een bot misschien beter is. Weer 2 keer gehit. Nog een hit. Wow, het gaat echt goed. Ik heb hem wel heel veel gemist ook, maar ik heb hem ook wel veel gehit, zeg maar. Ik heb hem. Hij had niet door waarschijnlijk dat ik zijn muurtje aan het breken was. Er is letterlijk iemand daarachter aan het bouwen. Ziet hij mij ook? Ik heb hem nu op de deur geschoten. Hij ziet mij ook. Maar ik heb hem wel. Met een Enforcer AR. Dus heb ik weer 2 kills.
En een van de nieuwste weapons. Oh, What the fuck? Oké, in dit potje ga ik. Nou, waar ga ik heen? Ik denk Fancy Field misschien. Dat is ook wel een leuke plek, daar ga ik vaak heen. En daar is natuurlijk ook een goede AR om te halen. Die ik ook nog moet. En ik heb ook dat ding dus aanstaan. Van dat ik zie waar iedereen is en zo. Ik weet nog niet precies in Fancy Field waar ik ga landen. Maar ergens in Fancy Fields dus. Hier land ik op een Flowberry. Dat is altijd handig natuurlijk. Maar even vergeten dat hier ook een Slurp Barrel stond. Nog een twee Flowberries. En een Stealth Camo. En hier loopt iemand rechts van me. En Force AR heb ik niet meer nodig. Oh, er wordt op me geschoten. Zal ik even Stealth Camo doen om te ontsnappen. Denk dat dat wel handig is. Dan is hij me even kwijt. Waar is hij? Oh, what the fuck. Als dit werkte. Je bent niet volledig onzichtbaar. Dus als dit werkt zou het bizar zijn. Hij is boven nu. Oh, hij komt naar beneden. Hij loopt gewoon langs. Wat op mijn gehoor zit. Zal ik die ding even slopen? Dan kom ik weer boven. En dan moet ik even iemand killen terwijl die bezig is met de bots. Oh, wat? Iedereen is hier. Al die bots en zo. Oh, dus er is een victory crown gedropt. Ik ga die even proberen te pakken. Oh, hij is gepakt. Dan weet ik dus dat hier iemand is. Toch? Zou iemand in dit gebouw moeten zijn? Hij is weer gedropt. Hij is letterlijk onder me. Hier zou iemand moeten zijn dan ook. Oh, rare sniper. Die kan ik gebruiken nog. Ik heb wel weinig ammo, maar hier ligt de victory crown nog. En er is niemand, dus shield twist even nemen ook. Ik heb niet een medaille of zo. Die ga ik ook nog proberen te pakken. Het zou heel chill zijn als ik die heb. Want ik moet nog de strike AR, die er hier trouwens ook ligt. Ik ga nog wat aan aim. Ik kan zelfs niet aimen op een bos. Oeh, bijna dood. En ik krijg gelukkig automatisch shield, maar... Snel dat ding pakken en dan met mijn shock even weggaan. Oh, hier is zo'n Slurp Barrel ding. Dat is echt heel chill dat ding hier staat. Ik vergeet dat heel vaak, maar... Ik heb nog geen echte kills trouwens. Ik heb wel een Victory Crown en een Mythic. En 100-100 nu. Hier staat een auto, dat is waarschijnlijk iemand hier geweest. Ik heb die Stealth Camo nog. Ik ga even naar boven rijden, naar dat huisje. Wacht, daar is gewoon iemand. Oh, hij is ook one-shot met me. Geen headshot was hij one-shot. Dus ik heb nu gewoon een kill met een sniper. Dat is heel chill. Nou, niet, want snipers zijn goed. Maar dan heb ik wel weer gewoon een nieuwe gehad. En nog een strike AR. Dan heb ik nu twee goede. Dan moet ik nu wel toch iemand daarmee kunnen killen als ik iemand tegenkom. Misschien is hier iemand. Even kijken. Ja, ik zie voetstappen hier links van me. Even kijken waar precies. Ik zie ze nu. Niet meer. Oh, hier. Ja, daar staat hij. Oké, die moet ik even snel killen. Het moet niet heel moeilijk zijn als het goed is. Ik heb hem een beetje gehit. Even op dit ding klimmen. Oké, nog een beetje hits. En ik heb hem gekilled met de Mythic. Twee kills nu al. En nu met een Mythic Strike AR die ik eigenlijk liever had gehouden. Ik ga hem ook nog even wel in mijn inventory houden. Stel, ik moet nog iemand killen. En die tunnelbeurs lukt niet. Dan kan ik het altijd doen. En ja, anders heeft die andere iemand die met ik. En dat wil ik echt niet. Dan ga ik denk ik hier... Ik kan ook naar dat huisje gaan trouwens. Hé, hey, er is daar een auto op die berg. Aan het rijden. Ga ik er nu snel heen. Waar is het? Ik zie hem nog steeds niet. Maar het zou niet heel lang mogen duren. Daar is hij. Zit iemand in? Ja, er zit gewoon iemand in. What the fuck? Ik heb hem met mijn Thunderburst. Weer een nieuwe kill. Dit potje is echt goed. Ik heb al 3 kills. Hij had trouwens een epic Thunderburst. Die had ik iets liever gehad. Ik ga naar Fancy Fields. Weer terug. Oh, ik kan nog natuurlijk naar de vault. Daar ga ik even heen. Waar is dat? Oh, hier. Niet heel ver weg was het. Er liggen natuurlijk 2 blauwe kistjes. Hopelijk zit er iets in wat ik kan gebruiken. Nee. En... Oeh, een legendary sniper. Die neem ik wel mee trouwens. Die wil ik wel even hebben. Voor als het toch nog nodig is. Want ik wil dit potje ook gewoon winnen. En hopelijk komt daar iemand. En een ballistic shield. Is daar al iemand als het goed is. Maar ik zie hem niet. Hij zou hierboven moeten zijn. Nou, daar staat hij. Hij staat gewoon stil. Hij heeft niks door. Helaas telt deze niet als nieuwe kill. Maar hij heeft wel een ballistic shield gedropt.
En dat is iets belangrijker, vind ik. Dit was met die app Mythic AR, dus telt niet. We werden daar heel erg hoog gebouwd. Ik ga denk ik daarheen proberen te komen. Er zijn ook mensen daar. Ja, ik zag hem. Maar ik heb mijn sniper al gebruikt, dus die kan ik niet meer iets mee. Even een raampje hier. Als ik er doorheen jump, kan ik dat bouwwerk van hem kapot gaan maken. Zal ik dat gewoon gaan doen? Ik ga het gewoon doen. Ik weet eigenlijk niet echt wat ik anders moet doen. Ik zit op 12 trouwens, daar kom ik nu pas achter. Iets te laat, want ik ben al bezig met dat bouwwerk kapot maken. Nog een. En dan staat het alleen nog op dit. En nu komt hij naar beneden vallen. Snel Blessing Shield pakken. Oh, daar is hij. Hij is naar beneden of naar binnen gerend. Ik heb hem gehit. Weer een hit. Dit wordt echt een leuke fight, voel ik gewoon. Want die mensen ook slecht en ik ook. Oké, ik heb echt serieus geen idee waar hij is. Waarschijnlijk staat hij gewoon achter me. Hij staat nu weer achter mij, hit. Oké, ik ben bijna dood gelijk. Dan moet ik snel medkit nemen. Ik krijg natuurlijk shield van dat ding. En met deze medkit ben ik weer redelijk veel HP. Alleen ik denk dat hij hier zo in komt. Ja, hij staat achter dat muurtje. Zal ik dat muurtje? Ik kan ook dat muurtje kapot maken. Hij heeft me niet gehit. Oké, nou heeft hij iets minder mogelijkheden. Oh, daar liep hij naar buiten. Hij gaat me killen, denk ik nu. Ja, hier kan ik niet zoveel tegen zonder shotgun. Ja, ik ben dood helaas. Het was wel echt een heel erg goed potje. Oké, dit potje ga ik. Waar ga ik heen? Ik wil eigenlijk de Blessing Shield of een Apple Rocket Launcher even gaan kopen ergens. Maar waar doe je dat? Waar kan dat? Oh, hier kan je Apple Rocket Launcher kopen. Bij Mecha Team Shadow ofzo. Dus daar kan ik heen. Zijn er nog meer waar ik heen kan? Hier kan je Blessing Shield bij Sonor. Oh, ik heb wel een goed idee. Wacht, even kijken hoor. Waar is de trein? Oh, het trein is heel goed. Ik ga naar die trein, naar dit ding. Waar ik dan die Envo Rocket Launcher koop. Dan ga ik op de trein. En dan ga ik naar dat Blessing Shield plekje. Want dat is heel dichtbij een treinspoor ook. Ik ga nu landen. Natuurlijk bij dit ding. De trein is al iets verder. Dus dat ik er meteen op kom, kan al niet. Ik moet er sowieso achteraan gaan. Ik moet eerst die Envo Rocket Launcher hebben. En ik ga hem ook hiren. Want ik heb natuurlijk nog niks. Dus het is wel chill als ik iemand heb die me kan beschermen. Deze zipline is een goede iets. Daar kan ik een stukje afsnijden. Maar de trein is ook daar al een stukje voorbij. Ik weet niet of ik op de trein ga kunnen komen. Tenzij hier misschien een motor is. Oh, ik ben getarget door een bounty. Misschien is hier iemand. Ja, daar staat iemand. Kan ik even ook het lunch op de grond of zo doen? Ja, ik heb hem. Ik heb hem gewoon. What the fuck? Dat had ik echt nooit verwacht. Hij had niet eens weapons. Echt oneerlijk eigenlijk. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben nu bij de trein. En er is ook iemand in die valt. Maar ik moet er eerst een Blessing Shield hebben natuurlijk. Dus ik ga gewoon op de trein. Hier dit openen. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Blessing Shield, oh mijn god. Dan ga ik weer terug. Heb ik flow? Ja, ik kan flowberries nemen. Dan ben ik wat sneller. Hoi, Mecha Team Shadow. Nou ben ik best wel snel weer bij die valt. Want ik weet dat daar iemand is. Ga ik proberen met de Blessing Shield dat mens dus te killen dan. En als dat lukt, dan heb ik gewoon de hele challenge gehaald. En is het voorbij, deze hele challenge. Maar ik moet eerst hakken. Of zal ik wachten tot die komt? Aan de ene kant wil ik wachten. Ik zie hem ook gewoon bewegen. Maar ik wil ook wel gewoon gelijk gaan. Kut, hier staat ook nog iets. Dan weet hij het al, hè. Oh, what the fuck, business dirt. Nee. Ja, nou ga ik verliezen. Nou kan het eigenlijk al niet meer. Als hij achter me aankomt, kan hij shot kunnen. Ja, helaas. Oké, hopelijk het laatste potje nu. Met de Blessing Shield. Ik moet hierheen, want daar kan ik een Blessing Shield kopen. Ik moet die Blessing Shield hebben. Hopelijk kan ik daar dan iemand mee killen. Daar in de buurt of zo. Classic Horse is best wel dichtbij. Met Sonor. Ik heb een Blessing Shield. Nou moet ik alleen nog iemand killen. Ik heb wel weinig ammo trouwens. 15 maar. Hoe ga ik dat doen? Zal ik even deze shield potion nemen? Misschien zit trouwens iemand naar het kamertje. Dan ga ik naar die shield potion even naar kijken. Oh, ik heb hem gecanceld, helaas. Was een beetje niet echt de bedoeling. Dit gaat fall damage doen, ja, inderdaad. Hier, twee guns. Daar kan ik mensen low mee maken, waarna ik ze dan met Blessing Shield kan afmaken. Dat is denk ik nu de tactiek, want Blessing Shield zelf is echt best wel slecht. Op dat eiland. Ja, daar is een fight. Daar ga ik heen.
Ja, ik moet gewoon één van de twee kills maken. En daarna ben ik klaar met de challenge. Dat is het belangrijkste. Misschien kan ik hem eerst snipen. Oh, wacht. Ik word nu geschoten. Van waar? Oh, van daar. Op dat eilandje of zo. Ja, van daarboven. Als ik hem eerst kan snipen. Oh, daar komt hij. Ik weet niet precies waar hij is, maar wel ongeveer. Nou ga ik mijn ballistic shield denk ik erheen. Misschien een beetje low maken met Thunderburst, want daar kan ik natuurlijk vaak mee schieten. Ik heb hem gehit. Nou mijn ballistic shield erheen. Daar is hij. Hij probeert weg te komen. Kom maar terug. Oh, hij is one shot. Oh, hij is echt one shot denk ik. Ja, ik heb hem. Ja, lekker. Ik heb de challenge gehaald. Ik heb hem met de ballistic shield gekillt. En dat betekent dat ik deze challenge heb gehaald. En dat ik nu gewoon ga lieven, denk ik. En nu was dit het einde van de video. Vergeet niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's.